Ik denk dat de afgelopen maanden wat reacties van kijkers en luisteraars dat we zo weinig aan sport doen. De waard aan tafel. Maar dat gaan we in deze aflevering dubbel en dwars goed maken. Wij zwaaien af met de waterpolovereniging uit Krimpen aan de IJssel. En we gaan met het volgende sportief onderwerp verder. De radioluisteraars hebben al kennis met haar kunnen maken afgelopen zaterdag. Hier bij F2 Krimpen de Waard. En wij gaan nu ook kennis maken hier bij de televisie. En degene die zeggen van, hé, die ken ik. Die heb ik gezien bij Nederland 1, bij Nederland in Beweging. Ja. Dat heeft u helemaal goed, ja. Want we heten hartelijk welkom, Ineke van Vliet. Dankjewel. Welkom. Leuk dat je er bent. We gaan met jou hebben sowieso over jouw optreden bij Nederland in Beweging. Maar eerst eventjes Ineke van Vliet in het algemeen. De geldstromen komen bij jou uit diverse kanalen binnen. Dat hebben we wel gehoord bij jou in het gesprek afgelopen zaterdag. Want je werkt onder andere voor de gemeente. Klopt, ik werk sowieso voor mezelf. Dat is wel goed om te vertellen. En daarbinnen ben ik onder andere beweegcoach voor de gemeente Krimpen en Waard. 11 uurtjes per week. En ik ben docent en stagebegeleider bij het NCOI, de opleidingsinstituut. Ook in sport en bewegen. En ik werk een paar uurtjes voor de SWOS, waar ik diverse beweeglessen geef. En ik werk nog bij een paar zorginstellingen in de Krimpen en Waard, waar ik ook oudere mensen een beetje probeer af te matten, zo gezegd. Af te matten, ja. Zelfs af te matten. Maar. Ik hoor je geen waterpolo zeggen, dat doe je niet? Nee, ik moet wel zeggen, ik ben net ontzettend goed gecharterd door de dames. Ik kon er bijna niet onderuit komen, dus mijn complimenten. Ik moest er bijna op. Ja. Nou ja, misschien kan het er nog van komen. Laten we eens even Schoonhoven gaan kijken bij de SWOS, want daar hebben we opname gemaakt. Idee. Om eens even te kijken hoe jij dat allemaal doet daar in Schoonhoven. Kijk nou. Ja, dan sta je daar als jonkie tussen de wat oudere dames, ja. Vooral zag. Ik zag al een paar bekende gezichten, hartstikke leuk. Ja. Hou je ook een beetje van de oude muziek, want dat moet je natuurlijk ook wel een beetje... Nou, ik moet wel altijd zeggen, ze hebben wel bepaalde voorkeuren. En daar moet ik wel altijd even heel goed naar luisteren van, oh, wat vinden ze leuk? Want het is natuurlijk niet uit mijn tijd. Mm-hmm. Maar goed, YouTube doet wonderen, zeg ik altijd. En je komt er vanzelf wel in? Ik kom er vanzelf achter, ja precies. Ja. Is er veel sportief gebied te beleven hier in de Krimpen en Waard? Je bent dan actief in Schoonhoven. Hoe is het in de andere kernen geregeld? Ja, ik denk dat we niet mogen klagen in de Krimpen en Waard. Ik heb laatst eens een inventarisatie gemaakt van 55 plus activiteiten. Mm-hmm. Het zijn er heel wat. Ja, en het is ook belangrijk, hè? Want als we niet aan sport doen, dan worden we steeds stijver, komen we steeds moeilijker uit bed. Heb jij een beetje beeld hoeveel procent of gedeelte van de ouderen ook daadwerkelijk zeg maar, aan sport doen? Is er nog een groot gedeelte wat er niet aan doet? Helaas wel. Ik heb laatst toevallig onderzoekscijfers erbij gepakt. En in de Krimpen en de Waard doet ongeveer 63% van de ouderen aan de beweegnorm, de oude beweegnorm nog. Jongeren durf ik even niet te zeggen. Dat was vrij laag. Ik dacht zelfs iets van 20% die er maar aan voldeed. Dus er valt nog een hoop te winnen. Ja. Vooral ook omdat we weten wat de gezondheidsvoordelen van bewegen zijn. Ja. Nou, jij bent een beetje een jonkie tussen de wat ouderen. Kun je nou opmerken dat er ineens veel meer mannen zeg maar, met dat sportieve uurtje meedoen? Nee, ik wil ook graag een oproep doen. Onze Zumba-groepen die zouden het zo ontzettend leuk vinden als er eens een paar mannen zich aan zouden melden. Ja. Dus bij deze, mannen van de Krimpen en Waard, meld je aan. Nou, hartstikke goed. Dat komt zeker goed. Ik ze maar gewoon in de groep niet en dan komt dat helemaal in orde. Precies, ja. Maar goed, dan even de grote stappen die onlangs gemaakt zijn. Want we kaarten het al eventjes aan. Nederland in beweging viel. Nou, dat programma kennen we natuurlijk allemaal van Olga Commandeur en Duco Bouwens. Iedere morgen moeten we er tegenaan. Ik vind het af en toe best wel even leuk om even een minuutje of anderhalf mee te doen. Hè, soms uit balorigheid. Maar er zijn ook mensen die daar gewoon heel serieus actief mee omgaan en met dat programma meedoen.
Nu ben jij daar te zien in dat programma. Ineens was Ineke van Vlieten daar. We hebben er ook een paar beelden van Max, van het optreden. Iedere ochtend is dat om 9:00. Klopt, maar niet iedere dag ben jij te zien. Nee, om de 3 dagen inderdaad. Nou, eens even kijken hoor. Daar hebben we Olga. Ben jij dat in het groenblauwe shirtje? Ja, in het groenblauwe shirtje, ja. Kijk. Nou, dat is alvast een mooie eerste stap, hè? En heb je al enig idee wanneer je op de voorste stip mag staan? Ja, ik heb haar wel even ingefluisterd dat als ze met pensioen gaat, of ze mij dan wil bellen. Maar ze zei, ik ga voorlopig nog niet met pensioen, want ze vindt het ontzettend leuk. Ja. Hoe ben je daar terechtgekomen? Nou, ik had een oud studiegenoot, echt van jaren geleden. En die moest altijd een beetje om mij lachen dat ik altijd bezig was met ouderen en beweging. Het was natuurlijk totaal niet hip, want iedereen was met topsport bezig. En vooral met voetbal, hè? Ik zat altijd met veel mannen in de klas. Uh-huh. En toen ik kreeg dat linkje en dat je auditie kon doen. Ik dacht, joh, ik doe het gewoon. Voor de grap, ga kijken. Ja. Maar goed, je moest 35 jaar zijn en dat ben ik nog niet. Maar ik dacht, ik trek de stoute schoenen aan. Ik zeg, ik ben bijna 35. En zodoende werd ik uitgenodigd, mocht ik auditie doen. En later werd ik gebeld, je staat erbij. Ja. En hoe ging dat auditie? Was het voornamelijk proberen in de muziek in de maat de pasjes goed te blijven doen? Ja, we moesten in groepjes van 10 en er waren 250 deelnemers. En je moest gewoon een half uur met Duco was het dan, de stapjes doen en nadoen wat hij deed. En zodat ze konden kijken dat je het snel oppikt en goed meegaat. Zodat de opnames niet elke keer opnieuw hoeven. Ja. En wat denk je, wat heeft de commissie doen besluiten om juist jou uit die 250 deelnemers te kiezen? Ervaring. En een glimlach, zeg ik altijd. Ja. Dat is ook heel belangrijk. Ja, je moet blijven lachen. Ja, ook al ben je moe en bezweet en wil je eigenlijk niet. Je moet blijven lachen. Ja, want die opnames die duren de hele dag. Het gaat de hele dag door. Ja. Dus wij zien jou nu op televisie. Maar die opnames zijn natuurlijk al eerder gemaakt. Toen je jezelf voor de eerste keer terugkeek, dacht je, ga je dan heel kritisch zitten kijken van oeh, daar maak ik net even een misstap. Of daar ben ik net even te laat. Het is een leuke vraag die jij stelt. Die krijg ik echt meerdere malen per dag. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik dacht gewoon, joh, dit is gewoon wie ik ben. Zo zie ik mezelf. Dat is maar een keer een misstap. Ja, zo is het, weet je. Het gaat vooral ook om het plezier. En ik wil mensen stimuleren om mee te doen. En zeker met deze promotie zijn er toch wel weer wat mensen die denken, oh, doe jij mee? Nou, dan doe ik het ook een keer. Ja. Dan gaan we ook met z'n allen voor de televisie op 9:00 meedoen met Ineke van Vliet. En dan gaan we proberen de spieren nog even wat soepeler te maken als dat ze al zijn. Nu zijn de opnamen achter de rug. De uitzendingen lopen. Wanneer moet je weer komen voor de volgende opname? Ja, ik hoop volgend seizoen, hè, in april weer. Dan gaat het weer verder gebeuren. Ja, maar ik zal toch weer auditie moeten doen, helaas. Ja, moet je dan weer van vooraf aan beginnen? Ja. Oké. Nou goed, Olga heeft dus al aangegeven dat ze jou wil zien. Ze heeft mijn telefoonnummer, dus ze kan me zo bellen. Nou, Ineke van Vliet. Heel erg sportief bezig. Leuk dat je hier was bij ons hier bij RTV Krimpen de Waard, het programma De Waard aan tafel. En ik wens je nog heel veel sportieve uren toe. En dat de ouderen onder ons nog maar heel lang gebruik van je mogen maken. Graag gedaan. Dankjewel.